zijn hier in Noord-Frankrijk, in Douai. Het zijn hier overal dubbele sluizen, grote en een kleine. We gaan nu in de kleine sluis. In principe vier spitsen in. Als we in ons eentje zijn, dan laten we hem wel drijven. Maar nu gaan we een ander schip mee, dus gaan we even vastmaken. Deze sluizen hebben drijvende boulders, maar het verval is vrij groot, dus we gaan heen en te omlaag. Dat maakt het een stuk makkelijker. Maar een aantal van die boulders doen het niet, of ze zijn er niet. En dat weten we ook niet allemaal uit ons hoofd. Soms moeten we even kijken of er wel een boulder is waar we willen vastmaken. De school lijkt in ieder geval open aan bakboord. Als we al vastmaken, doen we dat meestal met één touw, stekend. Dus laten we de schroef gewoon draaien tijdens het schudden. Dat doet iedereen, dat zijn we zo weten. Ja, van die twee dan, hè? Ja. In dit soort situaties zetten we de kopschroef meestal aan. Dan kan ik het schip iets beter naar de voorkant onder controle houden. En in zo'n sluis, als die vol is, staat er toch water genoeg onder het schip. Je zag dat de buurman zijn schroef heel even uit zijn werk heeft gehaald. Toen we de kop vlakbij waren, heeft hij weer zijn werk gezet. Dus om te zorgen dat hij met zijn schroefwater onze kop niet afduwt. Nu staat hij er weer bij. Zorg dat we maar vijf in elkaar blijven. We zijn nog steeds in Douai. Dit is zeg maar ja, de haven van Douai, als je wil, waar heel veel schepen liggen. Van oudsher. We komen nu wat ze het in Nederlands het fietsenrek noemen. Franse naam weet ik niet. Zo aan bakboord, die allemaal schepen liggen naast elkaar. Haaks op de vaarweg.
naar scheepsnamen van schepen je kijkt. Sommige lijken een Engelse of Amerikaanse naam te hebben. Maar die spreken ze op zijn Frans uit. Als je dat op zijn Engels doet, dan verstaan ze je niet. Ze vaart er hier een Elvis rond, een MacGyver. Maar die heet op zijn Frans zoiets als Elvis en MacGyver. Vroeger was er in Douai een schippersbeurs. Er lag allemaal te wachten op werk. Met name daar in dat fietsenrek. Tegenwoordig is er geen beurs meer, het is allemaal vrije markt. En nu liggen er heel veel schepen die niet meer actief varen. Er werden ook wel actieve schepen tussen liggen hoor. Het is niet alleen maar oud spul. Je ziet hier echt van alles liggen. Sommige schepen worden nog steeds heel mooi onderhouden. Ze zijn glimmend in de verf. Andere liggen hier dood te gaan. Hier aan bakboord heb je een fabriek waar ze vroeger springstoffen maakten, nitraat. Dat doen ze nu niet meer. Maar het is een vrij speciaal gevalletje met de grote opslagruimtes en dat soort dingen. Eind voor ons uit zie je de Vandvaren, vriendin van ons. Die zat achter ons, heeft ons ondertussen opgelopen. Die heeft nogal haast, want die heeft een hele korte losdatum.
eigenlijk ligt niemand in de sluis nog echt vast. Maar we kunnen rustig naar binnen. Met kans dat achteruit komen of opzij komen is heel klein, dus gaat wel goed. Jullie al binnen of nog niet? Ja hoor, binnen. Dat was dus het voorste schip. Grote vraag of de Vant al binnen is. Dan kan hij ook vastmaken. Dan weet hij dat hij ver genoeg naar voren is. Die voor het volgende trappetje. Ja, ja, zometeen. Ja. Nou, is genoeg. Denk ik. Ja, je mag ook een keertje verder, hè, maatje. Ja, maar met het eerst die gestrekt liggen. Het zomerseizoen begint weer, dus is weer recreatie op het water. En je kan merken dat die er nog even aan moeten wennen, zullen we zeggen. Dat ze even achter zich kijken.
Zodra we het water delen met recreatie, letten we eigenlijk altijd wat extra op. Omdat die vaak zo onvoorspelbaar varen. De Fant moest een tijdje wachten. Deze sluis is kleiner als de andere, dus ik kon niet mee met de voorganger. Dus die ondertussen weer ingelopen, dus van samenschutting. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, inderdaad.
rust aan stoppen. Ik roep je zo terug, dan ben je 7-3.